klasgenoten. Wat leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe vlog opnemen. Het is een vlog die meerdere keren door jullie is aangevraagd. En het gaat over het ontstaan van de stal Synoda. Jullie zien hier achter mij Mart en Ivanka. Maar daar is het niet allemaal mee begonnen. Nee, stal Synoda bestaat echt al veel meer jaren terug. En daar ga ik vandaag Mart en Ivanka over interviewen. Kijk jij mee? Met een vlog over het ontstaan van stal Synoda. En ik heb hier twee leuke dames en Gerco naast me zitten. En ja, zoals jullie weten is Gerco natuurlijk mijn broertje. Maar Gerco, heb je eigenlijk wel spannend gereden? Ja. Ja? Ja, meer dan één keer. Meer dan één keer. Ja, ik weet dat je met Bonnie kwam vorig jaar. Toen heb je baard gereden. Dat klopt. Op vrijdag. Dat ging echt hartstikke goed, hè? Ja. Je kon zelf licht rijden, hè? Ja. Wat voor cijfer gaf je dat? Wat? Hoe ging het? Een licht 10. Ja, eigenlijk best prima, zonder dat hij ooit eigenlijk rijdt. Ja, we hebben er inderdaad een filmpje van. Die kunnen we hier wel even tussen voegen. Ja, 3, 2, 1. We zijn terug. Zijn we weer. Maar Gerco, vorig jaar dat je met Bonnie kwam gereden was niet de eerste keer. Nee, het jaar daarvoor ook. Ja, klopt, het jaar daarvoor. Maar ik kan me nog herinneren dat wij toen we een aantal jaren jonger waren, dat wij toen samen ook wel eens hebben gereden. Dat klopt, ik op Krakker. Ja, toen had je een eigen pony, hè, Robert? Ja. En daarvoor was je er nog één. Ja, dat weet jij, dat weet ik niet meer. Dat was Davy. Davy. Ja, daar is allemaal mee begonnen. Ja. En tussendoor heeft Gerco ook nog wel eens een keer op mijn ponies gereden. En als hij er dan klaar mee was, dan stapte hij niet af. Nee, dan sprong hij gewoon altijd van zijn pony af. Ja, op een gegeven moment kreeg ik Kira niet meer uit galop. En toen ben ik hem afgespoeld. Ja, en hij landde gewoon precies perfect op zijn voeten. Dat was knap, hè? Dat was echt knap. En Kira bleef rondjes rennen in de bak. Ja. Dus dat was eigenlijk Gerco's paardrijavontuur en daarna heeft hij er nooit meer op gezeten. Dat wel, met Ponycam. Ja, met Ponycam. Dat is de enige keer op een jaar eigenlijk dat Gerco rijdt. En nog een keer op Rasta, daar heb je nog veel van. Ja. En ik vind dat vrij vervelend. Wij denken altijd dat we het heel goed kunnen, maar dan gaat hij er in één keer op na een jaar niks gedaan te hebben. En dan kan hij ineens weer heel goed rijden. Maar goed, dat gaan jullie allemaal dus zien. Kleur. Okay. Ja. Dat ben ik. En Mitte, volgens mij zijn jullie hier echt al als een van de langste. Veel te lang. Ja, veel te lang. Maar ik vind eigenlijk wel gezellig jullie zijn, hè, meiden? Ja, ik ook. Ja. Wij komen nog steeds met heel veel plezier elke zaterdag. Ja. Een jaar of 10 zijn ze er zeker al, denk ik. Ja, zomaar 10 jaar. Ja, wij ook. Ja. En hoe zijn jullie hier eigenlijk begonnen? Waarom ben je hier gekomen? Hoe? Nou, ik wilde eigenlijk al mijn hele kleine kindertijd. Toen wilde ik al paardrijden, maar dat mocht nooit van mijn ouders. Dus toen moest ik eerst mijn diploma's voor het zwemmen halen. Oh ja. Toen mocht ik eindelijk op paardrijden. En toen was ik hier één keer en toen wilde ik eigenlijk gelijk niet meer weg. En wie was jouw eerste pony waar je op reed? Ik moet toch wel Rasta, denk ik. Ja, ben je gelijk op Rasta begonnen? Of een Fleurtje? Nee, één keertje denk ik. Ja? Heel snel daarna op Rasta en toen eigenlijk 3 jaar lang in de Jumbo. Oh ja. En jij met? Nou, ik wilde ook al heel mijn leven paardrijden. Toen ik 7 werd, mocht ik paardrijden. Dat is Sinterklaas gekregen. En op Fleurtje eigenlijk ook gereden. Ja, heel lang hebben jullie er. Ja. Hebben jullie daar foto's van? Even tussendoor? Ja, die hebben we wel. Oh! Ja. Van kleine Mitte en kleine Fleur. Ja, dat is wel leuk om te zien. Ja. Stond er nou gewoon even gezellig, hè? Ja. Hebben we daar ook leuke foto's van? Die gaan we dan eventjes laten zien. Daar of daar. Ja, of daar. Of daar. Of hier. Ja, dat kan ook zo. Kan ook. Ja, kan nou. Oh ja, dat kan. Nou, dus dat is wel een leuk idee. Zijn jullie ook altijd op ponykamp geweest hier? Want dat is ook... Ja, elk jaar. Ja, ze zijn elk jaar ponykamp geweest. Mijn ouders plannen altijd de vakantie na ponykamp heen. En het is nu zo erg dat ze hier niet meer weg te slaan zijn, dat ze gewoon tegenwoordig meegaan als hulp op ponykamp. Ja, dus jullie komen thuis niet van ons af. Nee. Dus je hebt nu alvast kennis gemaakt met 2 van onze, 3. Gek hoort er natuurlijk ook bij. Vaste ponykamp begeleiders, ja. Nee, ik ben er niet alleen begeleider. Nee. Gekke wel altijd. Organisator. Hoofdorganisator. Oh ja, ja. Directeur. Ja. En wat is jullie leukste ponykamp geweest? Ik denk wel mijn allereerste. Ja? Ja. Toen hadden we nog geen thema's, hè? Met 15 mensen. Nee, was dat 2012? Nee, later. Ja, 12.
zoiets. Ja. En dan sliepen we ook in grote tenten, net zoals nu, of... Ja. Toen stond er nog maar één tent. En toen deden we altijd voor de bonte avond een beautyavond. Ja, klopt. Dan gingen jullie opmaken, haren doen. Ja, maskertjes. Ja, hartstikke leuk eigenlijk. Toen waren er ook alleen maar jongens. Nee. Alleen maar meiden. Alleen maar meiden. Geen jongens. Gekker was de enige jongen. Ja, en Jurgen. En Jurgen, ja. Dat is de oude stalknecht. Ja, met Co en Boudewijn. Ja. Die hebben we ook nog. En nou dat we het toch over oude namen hebben. We kennen jullie bijna alle ponies nog die hier hebben gestaan. Ik denk het wel. Als je ze opnoemt dan denk ik... Nee, ik vraag het aan jullie. Samara? Annabelle. Nee, dat is voor mijn tijd. Ja, was dat voor jouw tijd? Samara heb ik ook nog gekregen. Annabel? Poepiedoe? Ja. Fury. Ja, Fury. Fire. Fire. Nou ja, Rakker dan. Mm-hmm. Dat ook wel Rakker. En was hij stelde toen al? Ja. Ja. Ja, Fleurtje. Die stond helemaal vooraan. Mm. Nou ja, Rasta, maar nu had iedereen nog wel mee. Jumbo, ja. Rasta, Merna. Merna, ja. En wat nog meer? Sterren. Oh ja, Sterren. Binnen. Ja. Binnen. Bounty. Bounty. Je hebt niet gereden en je weet wel heel veel. Vroeger weten ze allemaal, maar als ik nu kijk, ken ik ze niet meer. Oké. Okay. Heb je nog meer gereden? Zo goed, ken ik hem. Heb je wel eens gesprongen? Heb je op Bounty gesprongen? Ja. Jij wel, hè? Jij hebt op Bounty gereden, ja. Hè? Jij hebt ook kinderen gesprongen, hè, vorig jaar? Ja. Was daar gesprongen? Ja. Ah, nou, ik zal kijken of ik nog wat filmpjes leuk kan vinden. Wedstrijd reden jullie natuurlijk ook altijd mee. Ja. Ja. Ja, dat was voor mij altijd een tranen, toch? Hoezo? Nee, het was altijd een hele leuke dag, maar ik was altijd heel zenuwachtig. Als ik dan weer afkwam, was het wel altijd heel leuk. Nou ja, pas nadat je gereden was, maar het rijden was het bij mij altijd een beetje stressvol. Waarom is het dan zo spannend een wedstrijddag? Ja, je wilt toch denk ik altijd eerste worden. Maar ja, dat kan niet altijd. Nee, je moet het beste doen, dat kan het klopt. Ja, dat heeft iedereen. Ja. Ja, en dus deed je dan en met springen en met dressuur mee? Ja, ik deed, je wilde altijd wel met alles meedoen. En de sportnummers natuurlijk, de spelletjes. Ja. En natuurlijk Pimp My Pony. Oh ja, daar heb ik ook nog aan meegedaan. Ja. En gewonnen. Gewonnen, ja. En waar wonnen jullie dan mee? Met de Kaudoes Indianen. Nou nee, Mega Mindy. Mega Mindy. Ja. En de Trouwjurk. Ik had een keer. Ja, Trouwjurk, die was ook heel mooi. Ja. Hippies. Was hippies. Oh ja, met Sam was dat. En als de dingen, de mythes. De Pink Panther. De Pink Panther, ja. Hebben we ook nog gehad. En Sinterklaasavond hebben we natuurlijk ook altijd een aantal keer mee gedaan. Ja. Toen heb ik ook een hele mooie circuit van Sam ooit een keer gehad. Ja. Ja. Heb je die nog? Een wc-pot. Een wc-pot. Een wc-pot. Ja. Wat is er wel erbij? Nou, ik ben gewoon één keer heel erg een beetje misselijk geworden gestaan. Maar toen kwam ik bij de paarden en toen was het gelijk goed. Ja. Dus ben je ziek? En s'avonds? En s'avonds dan? Wat deden jullie s'avonds met Ponykamp? Hadden we dan een... Lekker colaatje. Oh, jongens, daar komt Mart al aan. Ja. Ja, en hij is al de grote baas. Ja, jongens. Daar komt hij al aan, jongens. Ja. Bedankt, meiden, voor jullie liefde interview. Leuk dat jullie al zo dan hier op stal zijn. Ja. En je ook, broertje, dat je nog maar vele jaren met ons in het ponykamp mee mag helpen. En elk jaar zit je op een paard. Ja, elk jaar nog even laten zien dat jij toch echt nog wel een beetje kan paardrijden. Dat blijft leuk. Pa, wat leuk dat je in onze vlog een keer wilt meedoen. Oh ja? Ja, en ik heb begrepen dat, dat Ivanka straks ook nog aanschuift gezellig. Met z'n drieën doen we het dan leuk. Dus over het ontstaan van Stal Shinoda hebben. Geweldig. Ja, leuk hè. Die vraag krijgen wij heel vaak van de kinderen van hoe is de stal begonnen, wie is hem begonnen, dat soort dingen. Nou, opa en uit is er weer begonnen. In 1967. Ten eerste die wij gehuurd van Matje Matthijssen, de oude overbuurman hier. En die hebben we in eerste 13-tal jaar gehuurd. Dus er stond een stalgebouw, stond op de andere wei. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Oké. Okay. En met hoeveel stallen ben je dan begonnen? Hoeveel stallen zaten er in die stal? 4, 5 denk ik. Zo. Dat is wel veel minder dan wat we nu hebben staan, hè? Ja. Ja. En met hoeveel ponies ben je dan ook begonnen? Want hadden jullie dan gelijk eigen ponies? We hadden alleen maar eigen ponies, toen waren er nog geen lesponies. Oké. En waar is eigenlijk de passie of de belangstelling voor die paarden bij opa en bij jou en bij iedereen vandaan gekomen? Nou ja, ik heb het dan
met de paplepel. Paplepel ingegoten gekregen. Mm-hmm. En opa die was altijd groenteboer vroeger. Per paard en kaart. En zondags ging hij met een van die twee paarden die voor de wagen had staan. Ging hij nog een buitenritje maken of een sprinterkoersje rijden of zo. En waar gingen jullie altijd mee? Ik ging als 4-jarig mannetje ging ik dan mee, achter op de fiets. En dan had hij zijn zadel achter op de fiets liggen. En dan zat ik weer bovenop. Zo reden we naar de wei van Bastianen. En naar de Lage Meer, want daar liepen dan die paarden. Nou. En jij was geen enig kind. Je had nog meer broers en zussen. Ja. Hebben die ook gereden? Rijden ze nog steeds? De zussen niet. En die zorgden voor jullie? Maar met twee broertjes. Ja. Oké. Kees heeft gereden en Wim heeft gereden. Ja. Ja, en Wim rijdt nu nog steeds af en toe natuurlijk. Steeds, ja, die helpt ook met ponykap natuurlijk mee, dus ja, die kennen de meeste van jullie wel. En hoe komen jullie aan de naam Shinoda? Shinoda. Waarom heet de stal nou stal Shinoda? Oh, dat is niet zo heel moeilijk. Mijn wedstrijdpaard was, die heette Shinoda. Okay. Daar heb ik mee gereden tot een jaar of 10, 12 was denk ik. En toen ben ik er van gaan fokken. Ik heb er nog 14 gulders van gefokt. En dat was Shinoda. En toen is het vanaf die tijd is de stal Shinoda gaan heten. Ja, en dan vanaf die tijd is de stal natuurlijk ook een stukje groter geworden. Want die paarden moesten ergens staan. Ja, die stal is geliefd geworden. Ja. Oké, en toen je zelf wedstrijd reed, gedresseerd heb je denk ik nooit, hè? Jawel. Ja? Ik deed alles eigenlijk. Dressuur en springen. Oké. Okay. En de pony tijd van sportnummertjes, een tuigpony rijden. Nou, en Shinoda heeft dan 14 veulens gehad? 14 veulens heeft hij gehad, ja. Oké. Okay. En de stal waar dat hij nu staat, hè, in zijn oorspronkelijke setting, zo is hij dus niet begonnen. Hij stond eerst ergens anders. De stal stond eerst op de gehuurde grond, wat ik al zei, vanaf 1967. Mm-hmm. En dat is een paar honderd meter verderop. Oké. Okay. En wat is er, als je nu terugkijkt, wat is er anders nu vergeleken met vroeger? Ten eerste de grootte van het perceel al is. Mm-hmm. Toen we hier pas zaten, hadden we 3,5 hectare. En nu is het nog 1,5 hectare. Er is grond afgegaan. Grond had moeten staan voor de A4, voor de Rijksweg. Mm-hmm. En met de aankoop hadden we 2 hectare. Nee. In 1980. Zo, dat is zo wel een hele tijd. Ja. Ja. Nou, ik begrijp dat Ivanka er op het moment ook klaar voor is. Dus die schuift bij ons aan. Zo. Dat is gezellig. Dat is een familieuitje dit, hè? Dat is leuk. Ja. Ja, hartstikke leuk. Voor jullie. Mart, heel erg bedankt voor je medewerking. Ja, dit was hem voor vandaag. Maar denk je dat je nou alles weet dan? Je weet nog niet de helft. Ja, we hebben nog veel meer. Maar we hebben niet meer tijd, dus we moeten het hiermee doen. Vond je dit nou ook zo'n leuke vlog? Doe dan allemaal je duimpje omhoog. Abonneer jezelf op onderstaand YouTube kanaal. En wil je nou een melding krijgen van de volgende vlog? Druk dan even op het belletje.